Dat betekent heel veel en dat is ook veranderd in de tijd. In het begin, als ik zelf mijn diagnose gekregen heb in 2017, was peer-to-peer voor mij kunnen babbelen met mensen die het zelf meegemaakt hebben, die in dezelfde situatie zitten of zaten als mij. En mijn verhaal kunnen delen en kunnen horen van, goh, ik sta hier niet alleen in. Er zijn nog mensen die dit meegemaakt hebben. En dat komt wel goed. Dat was heel belangrijk in het begin. Echt kunnen horen van mensen die er zelf in zitten. Ja, alles komt wel goed. Je gaat hier inderdaad niet meer aan dood. Hè. De vaste boodschappen die je ook wel in het ziekenhuis krijgt. Maar die ook krijgen van mensen die het zelf meemaken. Dat was in het begin heel belangrijk. Maar dan voel je dat doorheen de tijd, hoe zekerder dat ik zelf in mijn verhaal kwam te staan, hoe belangrijker ik het ook vond om met anderen in contact te blijven, om ook net de verandering van dat verhaal te kunnen meemaken. En te zien van, kijk, ik kom vaster in mijn verhaal, dus ik kan dat nu ook aan anderen laten weten. Maar tegelijkertijd ook zelf nog te horen van, ja, het is inderdaad oké. En het blijft vaak toch wel moeilijk om te zeggen van, ja, kijk, ik ben Wim, ik leef met HIV. Dat roept toch nog heel vaak reacties op. En dan ook met iemand daar even over kunnen praten die hetzelfde meemaakt, blijft ook nu vandaag nog altijd belangrijk. En dat is voor mij het voornaamste van peer-to-peer weten. Ik sta hier niet alleen in. Dat is de reden waarom het belangrijk is, maar ook belangrijk zal blijven, want in mijn overtuiging kan het delen van uw verhalen delen, en elk verhaal is anders, en iemand hebben die daarnaar kan luisteren vanuit zijn eigen ervaring, maar zonder ook met oplossingen te moeten komen, of maar die gewoon luistert, vind ik heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het ook kan helpen om dan uw eigen verhaal, uw eigen beleving een plaats te kunnen geven. Voelen van, ik moet hier niks. Ik kan hier gewoon praten over wat ik meemaak, hoe ik mij voel, zonder dat die andere persoon met een oordeel gaat komen, want die persoon maakt hetzelfde mee. Ook zonder dat ik voor die anderen moet zorgen. In het begin was ik heel vaak bezig met, ik moet vooral duidelijk maken dat met mij alles goed komt. En dat kunnen loslaten en kunnen zeggen, het gaat even niet. En dan een persoon hebben die ook zegt, ja, dat begrijp ik. Ik heb dat ook meegemaakt, maar dat komt wel goed. En daar zit voor mij echt de kern. Ja, verstrengen. We kunnen het uitbreiden. Ik zou het niet zozeer verstrengen noemen. Ik denk dat er nog werk is om de doorstroom vanuit de HRC's naar peercontacten, contacten met lotgenoten, dat dat nog wel beter kan. Ik denk dat daar blijvend in geïnvesteerd moet worden, dat die doorstroom er meer kan komen. Ik merk uit de contacten die ik doe via Sensoa, ik doe via Sensoa contact met lotgenoten, gesprekken met lotgenoten, en ik merk daar dat die doorstroom nog altijd niet zo gemakkelijk loopt. Dat ook in heel vaak de sociaal verpleegkundige of de dokter vergeet om die verwijzing te doen. Zij zijn heel sterk met hun verhaal bezig, maar vergeten vaak van, kijk, ook daarbuiten kan het wel helpen om in contact te komen met lotgenoten. En daar mis ik soms wel die verwijzing nog. Dat gebeurt en dat gebeurt ook goed, maar nog te weinig. En dan hoor je toch wel vaak dat toch nog wel mensen uit de boot vallen. En dat is dan spijtig. En daarmee blijven ook acties rond. Vertel uw verhaal, kom met uw verhaal, weet waar je terecht kunt. Je hoeft hier niet alleen door te gaan. En die lotgenoten kunnen daar echt wel een belangrijk blok in zijn.